De Tarwewijk is een voormalige arbeiderswijk die eind vorige eeuw vanwege criminaliteit en drugsoverlast een van de slechtste wijken was op Rotterdam-Zuid. Maar na jarenlang hard werken door de bewoners en de gemeente is de sfeer in de wijk verbeterd. Het geheim van de Tarwewijk geeft de mensen die de wijk vooruit helpen een gezicht. Ja, denk ik wel. En kan je die verwarming ook ietsje hoger doen, alsjeblieft? Mariam Motaref heeft een prachtig leven in Iran. Ze is pas afgestudeerd als arbeidsdeskundige als de Ayatollahs aan de macht komen en de sfeer in het land verandert. Als ze haar werk verliest, besluit ze met haar dochter naar Nederland te vluchten. Ze komt in de Tarwewijk terecht en is nooit meer weggegaan. Wanneer is het als je begint te knippen, als je kapster wordt? 92 begonnen in asielzoekerscentrum. Dus daar begon ik gewoon met knippen. Maar ik had geen ervaring voor mannen knippen. Echt met tondozen en zo, dat had ik niet. Omdat in Iran is verboden voor mannen knippen eigenlijk. Dat mag niet. Vrouwen mag absoluut niet voor mannen gaan knippen. Maar ik dacht, nou, ga ik gewoon proberen. Waarom niet? Moet voor mannen ook kunnen gewoon knippen. Moet ik gewoon leren. Nu knip ik ook voor heel veel van mannen hier. En ze vonden het prima. Ze komen gewoon constant terug, dus ze zijn blij. Maar je komt uit Iran, hoor ik? Ik kom uit Iran, ja. En woon je al lang hier? Ik woon ongeveer, denk ik, 27 jaar ongeveer hier. Oh. Ja. Jullie zijn meer masseurs als kappers, volgens mij. Ja. In Iran, ik heb die opleiding arbeidshygiëne afgerond, weet je. Die is het vergelijken hier, zeg maar. Het is HBO van arbeidshygiëne. Mis je niet je originele werk? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb echt bijna 8 jaar gewoon moeite gedaan met die opleiding. Dus natuurlijk, mis ik wel graag, natuurlijk. Maar ja, soms weet je, die leven brengt je ergens anders dan wat je plannen heeft. En het is niet altijd echt alles door onze plannen gewoon. Ik heb vaak gewoon gemerkt dat wat wij gewoon plannen, soms komt niet echt uit. En ja, je moet accepteren. Je kan niet zeg maar boos blijven en ja, ik wil het niet. Maar soms gaat het niet gewoon. Je moet gewoon verder gaan. Ik moest van alles van nul beginnen. Dus alles wat ik had, moet ik verlaten gewoon. Mijn land, mijn studie, mijn werk, alles, alles. Nog mijn familie. Heel veel familie, ja. Ik had geen idee wat mij verwachtte. Echt niet. Maar toen kwam ik hier en ik zie het nog moeilijker, omdat eerst moet je wachten voor verblijfsvergunning, zo krijg je niet. Dus tijdens verblijfsvergunning kon ik ook niet werken. Dat was ook een moeilijke tijd met een kind. Hoe moet ik gewoon naar de school gaan? Of gewoon hoe moet ik mijn inkomen inhalen? Ja, was een heel moeilijke situatie, een heel moeilijke periode geweest. En wat toen gedaan, dat kan ik niet vergeven. Echt niet. Wij waren hele familie. Wij waren allemaal dichter bij elkaar. Zus, broer, moeder, tante. En wij waren allemaal met elkaar gegroeid. En wij hadden echt leuk in leven. Maar daarna allemaal uit elkaar. Allemaal verspreid. Eentje hier, eentje daar. Eentje andere land. Als je moeder ziek is, is fair. Wat dan? Dan wie gaat je moeder zorgen? Dan doet alles pijn, omdat je kan niet.
Ze kunnen niet echt vergeven. Ja, wij hebben veel meegemaakt. Ja. Echt. Wij hebben veel meegemaakt, daarom. Ja, soms ik merk dat bijvoorbeeld mensen komen als vluchteling. Ze komen niet zomaar gewoon. Ze hebben veel meegemaakt. Je kan niet zo'n land verlaten. Nee. Niemand doet. Annemarie heeft ook veel meegemaakt. Ze leidt aan PTSS door een trauma uit het verleden. Schilderen zorgt voor ontspanning. In het Milix Parkhuis volgt Annemarie een cursus. De vraag, want je kan. Het is wel mooi als het een beetje zo in die gedekte kleuren is. Maar een beetje meer verzadigde kleuren te geven. Ietsje meer heldere kleuren te geven. Dus in die bloemen hier zo, een beetje extra geel. Een beetje lichtgeel, dat het licht er ook een beetje opvalt. Hier op die vaas. Kan je ook nog een beetje extra licht laten vallen? Ja, ja. Oh, jij vertelde net, Annemarie, dat je graag schildert. Hoe belangrijk is dat schilderen voor je? Heel erg belangrijk zelfs. Het doet heel veel voor me, ja. En het is inderdaad wel een therapievorm die ik, waar ik rustig van word. Als je moet uitleggen waar die therapie over gaat of waar je die voor hebt, wat zeg je dan? Ja, voornamelijk over wat ik allemaal mee heb gemaakt in mijn leven. En heeft het een naam wat jij hebt? Chronische PTSS. De chronisch betekent dat het nooit meer overgaat. Ja. Dat is mijn dagelijkse realiteit. En wat maak je dan dagelijks mee? Ik ontwijk zoveel mogelijk alles wat me stress op kan leveren. Zodra ik naar buiten ga, dan ben ik constant maar bezig om mijn stressniveau naar beneden te houden. Maar daar merken we nu allemaal helemaal niks van. Nee, dat is ook. Toch? Dat is waar therapie voor is. Deze situatie is niet stressvol nu. Nee, ik vind het erg prettig. Maar ik stel best moeilijke vragen aan je. Maar dan kan ik. Ik heb geen moeite met moeilijke vragen. Die doen me juist goed. Dan geeft het geen stress. Ik wil het ook graag uitleggen, maar niet aan iedereen. Maar wel aan iemand die de juiste vragen stelt. Ja, dat klopt. Helemaal. Voor de kapster. Ja, okay. Klopt, ja. Jij stelde een hele goede vraag aan de kapster, waar ik ook denk, ja, zo dat is het. Daarna schrap, krijg je ik denk helemaal niet dat Mirjam was de kapster. Mirjam is de grote moeder. Het lief? Ja. Ja, natuurlijk. En als ze doet het kappen, doet ze erbij, maar dat is eigenlijk gewoon een... Eigenlijk ben ik psycholoog. Ja, natuurlijk. Dat is toch wel een groot. Ja, dat is toch wel een compliment. Jacqueline Duivenman is geboren en getogen in de Tarwewijk, net als haar kinderen en kleinkinderen. Jacqueline is een jonge oma die zich met hart en ziel inzet als een van de vrijwilligers bij de Millingspeeltuin. We waren de ergste buurt van Nederland. Daar stonden we voor bekend. En het werd ook alleen maar slecht belicht. Dus ook in de media. Weet je, het was nooit de goede dingen lieten ze niet zien. Is het beter geworden de laatste jaren? Ja. Ja, het is wel beter geworden. Ze zitten niet meer te dominoën, niet meer te groepen, niet meer te dealen. Als je met z'n allen in een ellendige situatie hebt gezeten, probeer je ook met z'n allen er wat van te maken. En ja, wat ik het hiermee vergelijk, is altijd een soort oude volksbuurt. Want iedereen kent elkaar, iedereen kijkt mekaars kinderen. En wat wij natuurlijk ook te band dan met het parkhuis, doen we ook heel veel samen. Als wij daar binnenkomen en ze zitten te eten, is het van, schuif even aan. Dus ja, en andersom ook. Als ik een pan soep sta te maken en er komen mensen binnen die hier zitten, iedereen eet mee. Ik denk gewoon de gezellige, dat ze het gewoon gezellig vinden om hier te zijn. Maar dat vind ik ook nog steeds. En als ze aan mij vragen van hoe kan je nou zoveel tijd besteden in de speeltuin of in sowieso in het vrijwilligerswerk. Dan zeg ik voel het niet zo, want als ik thuis ben, ben ik alleen. Als ik hier ben, ben ik niet alleen.
heb ik iedereen om me heen. En ik, iedereen zegt ook waarom wil je geen relatie of weet ik veel. Ik heb het naar mijn zin. Maar waar zou ik alleen op mijn dak halen als ik het zo leuk heb? Ik heb mijn kleinkinderen, ik heb mijn kinderen, ik heb hij, ik heb nou zoveel vrienden. Dus ja. Vandaag tijd weer voor knippen, zeker? Ja, mijn vakantie namelijk. Ja, ik was natuurlijk jong moeder, dus... Ik, in mijn examenjaar ben ik moeder geworden. Hoe oud was je? 17. Dus was je 17, dan was je zwanger geworden. Yes. Zo. En hoe ziet het leven er dan opeens uit? Ja, dat is dus moeilijk natuurlijk. Nou heb ik wel een hele fijne familie die me heel goed heeft bijgestaan. Oma's, opa's en ja, ik werd wel heel veel geholpen. Maar ja, ik moest wel ineens alles zelf doen natuurlijk. Ja, ik had niks, ik had nog geen babytruitje. Maar wacht even, op een gegeven moment weet je toch dat je zwanger bent? Ja. En dan? Dan slaat de paniek toe. En wat ga je dan doen? Liegen, vooral. En wat lieg je dan? Nou, mensen die aan mij begonnen te zien toen ik zwanger was, van die vroeg ben je zwanger? En dan zei ik, nee, ik heb buisjes in mijn buik. Ik heb van allerlei verhalen verzonnen. Dus je hebt eigenlijk, je hele zwangerschap heb je geheim gehouden? Ja. Maar er is een moment en dan kan het niet meer. Dan wordt het kind geboren. Toen was ik alleen. Toen ben ik in bad gegaan. En toen ik in bad zat, kreeg ik mijn perswee op een gegeven moment. En toen dacht ik, de baby moet eruit. Weet je, ik laat water weglopen en ik ga gewoon persen. En ik denk dat het goed is dat ik zo heb gedacht. Had ik het, anders had ik het misschien niet meer na kunnen vertellen. Want mijn oudste dochter is... met stijf geworden. Moedie. Ik denk, waarom altijd bij mij, weet je wel? Ja, maar weet je wat? Anders. Dat is precies zo. Weet je wat? Iedereen denkt zo. Iedereen denkt, is alles gebeurd alleen met mij. Maar het is niet zo. Als je goed denkt, dan zie je andere leven. Die anderen hebben ook meer problemen. Ja. Zeg maar, soms denk ik ook, ik denk, God, heb je mij gekozen om alles uit te dragen? Ja. Maar het is niet zo. Echt, iedereen hebben problemen. Gracias a la vida. Ja. Maar het belangrijk is dat moet je gewoon goed oplossen. Kijk, zo mooi geknipt. Fantastisch. Klaar voor de vakantie. Klaar voor de vakantie. Ik heb er nog twee jaar. Heerlijk. Jouw is ook spel. Perfecto distingo. Natuurlijk, met moeilijke dingen meegemaakt. Heel veel moeilijke dingen meegemaakt. Dus dan veel dingen zijn voor mij heel makkelijk, kon ik gewoon accepteren en tevreden zijn over leven. Hoe mensen zijn vrij, hoe vrij leven, hoe vrij mening hebben. En ook van sociale voorziening. Ik werk, ik heb nooit gebruik van sociale voorziening. Ik heb sinds dat ik Nederland gekomen, ik was actief, ik heb nooit van sociale voorziening gebruikt. Maar ik weet dat ooit, als ik in probleem terechtkom, dan hoef ik niet denken, hoef ik niet zorgen, bedoel ik. Maar het is wel hier alles goed. Echt, ik snap niet soms mensen klagen over wat, maar ik snap, ik kan niet begrijpen. Omdat ik heb zelf van nul begonnen en ik klag nooit. En ik weet dat hier, mensen hebben alles. Ze moeten echt gelukkig zijn, ze moeten echt blij zijn met alles. Omdat niet te veel verwachten. Omdat veel mensen hebben bijna geen minimum leven. Zelf die vrijheid hebben niet, zelf schone water hebben niet. Gewone basismedische dingen hebben niet. Sommigen gaan operatie doen zonder verdoving, zonder medicatie. En wij moeten echt blij zijn hier. En tevreden zijn.